Jullie zijn van Okra, en welke afdeling juist? Okra Deilen, Mechelen Deilen. Ja. Dus dat is ontstaan uit Okra Centrum, want dat werd te groot en daardoor is er in over 12 jaar, denk ik, een apart trefpunt gecreëerd, dus Okra Deilen. Ja. En dat situeert zich tussen de Hanswegstraat, Teilengaard en de Lievrouwekerk. Nu, vandaag zijn jullie hier samengekomen in het Olivetenhof. Waarom was dat? Dat is het begin van ons jaar. Dat is onze instuif, dat de mensen kennis maken. Dus ze kunnen aan de hand van een film kunnen ze het voorbije jaar beleven, herbeleven. En ze zien ook wat er in de toekomst, wat er gepland staat voor het huidige jaar. Ja. En ze kunnen ook weten waar we ons centjes aan uitgeven. Oh ja. Het is de bedoeling om 55-plussers bij elkaar te krijgen. Veronderstel ik. Ja. Voornamelijk om namiddag door te brengen, hè. En heeft dat succes? Blijkbaar wel, want je hebt toch veel leden. Hè? Ja, de mensen komen in feite meer voor te babbelen. Dat hebben we al ondervonden als we zo activiteiten, een optreden of zo, mensen babbelen graag mee. Daar is wel meer nood aan, dat mensen zo meer contact hebben, want er zijn wel veel mensen alleen. Hè? Over hoeveel leden spreken we eigenlijk bij jullie? We hebben 117 leden, 18 gezinsleden en 35 bijleden. Ja. En die mensen moet je een gans jaar bezighouden met activiteiten, zoals busuitstappen en zo, begrijp ik? Dat doen we al in juni. Dan maken we ons schema, onze jaarplanning voor het jaar erop. Dus dan zoeken we iets dat iedereen kan doen. Want we merken, ons oudere dingen worden ouder. En veel mensen beginnen dus... doen liever dus geen uitstap, maar wel een voordracht of komen luisteren of komen kijken aan een film. Dus dat begint wel te voelen dat er de oudgaarden worden ouder. Dus mensen van 90 jaar. Hè, dus. Ja, maar die busuitstappen en zo, dat vraagt toch veel voorbereiding? Maar daar hebben we twee reisleiders voor. Dus ieder heeft zijn job. En ik vind als ze hun job goed doen, dan moeten ze dat maar zelf doen. Financieel vraagt dat toch ook wel een bijdrage van de leden? Hè? Om lid te zijn van Okra betalen ze 25 euro, maar daar gaat het 20 euro naar het regio. En wij krijgen dan 5 euro voor per lid. Dus, en daar moeten we het mee doen. En voor de rest zouden we het zo democratisch mogelijk. Al wat jullie het voorbije jaar gedaan hebben, er zijn toch prachtige dingen bij. Musea bezoeken, busreizen, noem maar op. Alles een beetje. Het is wel de grootste. Het zijn praktisch altijd dezelfde mensen die ze. Dus ik heb veel papieren leden. Ja. Het is altijd dezelfde kern. De jongen, maar ja, we moeten rekenen. We waren nu vandaag met bijna 80 man. Kunnen nog leden gebruiken extra? Ja, altijd. Altijd, want dat valt nog altijd af. Hè. Dus het is Ik bedoel, op de instuif meestal, als er iemand is die zegt van het interesseert, of ze nemen contact op via het regio-secretariaat. En dan gaan zij dus zien waar dat je woont en bij welk trefpunt dat je dus zo best... Want niet iedereen wil daarom aansluiten, maar het trefpunt dat zij beslissen, maar dat staat ze vrij. Als ik mensen heb die nieuw zijn en die willen bij ons staan, en dan zeggen die ja, maar ja, mijn vrienden zijn, dan zeggen ze, maar geen probleem, je kunt perfect aansluiten bij een ander. Hij moet niet bij ons komen dat je toevallig in ons wijk woont. Ook een lidmaatschap eigenlijk is geldig in alle Okra afdelingen in Mechelen dan ook. In feite is altijd een twistpunt geweest. In feite, ze zijn lid, maar als ze dus willen bij ons de uitnodiging krijgen, dus dat ons mensen krijgen, dan verwachten we dat ze bijlid worden. Dan betalen ze 5 euro en dan krijgen ze ook al die papiertjes, die uitnodigingen voor de activiteiten thuis. Is er een vaste zaal waar jullie regelmatig samenkomen? Wij hebben ons voordrachten in Den Duigen, maar ons grote feesten, dus de instuif, zomerhappening, paasfeest en kerstfeest, die doen we hier. Omdat we dat niet kunnen combineren met Den Duigen. Dus ik wens jullie nog veel succes in het jaar toe en nog veel leden hopelijk. Hè. Ja, dankjewel.